Nou, we weten allemaal dat, of tenminste, we weten steeds meer dat kansenongelijkheid heel diep geworteld zit in onze systemen. En dat gaat van het onderwijs tot aan de Belastingdienst. En dan ben ik het even kwijt. Gelukkig zijn er dus ook programma's, documentaires zoals Klassen, die is gemaakt, die heel goed in beeld bracht wat het nou eigenlijk is, inhoudt. Maar ook bijvoorbeeld met de toeslagenschandaal, dat het wordt erkend en dat er onderzoek naar gedaan wordt en dat er hopelijk degenen die daarvoor bestraft moet worden, dat ook worden gedaan. De focus alleen op systemen vind ik een beetje beperkend. Want ik mis hierin heel erg de erkenning eigenlijk voor mensen die tegen kansenongelijkheid aanlopen. En met name eigenlijk de emotionele kant. Dus emoties, ervaringen, de uitdagingen die het met zich meebrengt. En kansenongelijkheid is eigenlijk iets wat je hele leven mee gaat dragen, zal dragen. En het uitzicht in best wel onzichtbare vormen, manieren. Ik zal mezelf even nog voorstellen voordat ik verder ga. Mijn naam is Jarmo Karaslan en ik ben politicoloog. En ik werk voor JINK. En dat is een non-profit organisatie in Amsterdam. En wij zetten ons in voor kansgelijkheid hier in Nederland. En wat ik vandaag eigenlijk in een paar minuten met jullie wil delen is mijn ervaring met kansenongelijkheid. En hoe ik het nog steeds zie eigenlijk ontvouwen binnen mijn familie. Maar ook op de scholen waar ik kom. Op de basisscholen, de middelbare scholen waar ik kom voor mijn werk. Oplossingen zoals nu net werd besproken, dat heb ik niet vandaag. Wat ik wel wil benadrukken is eigenlijk dat het wordt een beetje geportretteerd alsof kansenongelijkheid iets van het onderwijs is en daar opgelost zou moeten worden. Maar ik geloof erin, want ik heb het meegemaakt, is dat het gaat verder dan het onderwijs. Het gaat door naar relaties, net over de verschillende werelden, de bubbels. Maar ook het werkende leven. En nu begrijp ik ook wel dat het een beetje nog steeds een abstract begrip is. Hoe uit het zich dan precies? Ik vergelijk het zelf met het beklimmen van een berg. En je hebt een rugzakje om en die is al beladen met een aantal stenen, flink wat stenen. Naarmate je die berg aan het beklimmen bent, gaat het eigenlijk, zo'n rugzakje gaat zwaarder wegen. Dat maakt de klim best wel lastig, moeilijk, uitdagend. En het duurt langer voordat je bent waar je wil zijn, waar je wil komen. Een aantal van die stenen die ongevraagd eigenlijk in mijn rugzakje werden gelegd, waren bijvoorbeeld het lage inkomen van mijn ouders, hun opleidingsniveau, ze hebben niet meer dan de middelbare school afgerond, hun beperkte kennis van Nederlands, het feit dat ze fabrieksarbeiders zijn. Maar gedurende eigenlijk mijn schoolloopbaan ook emoties zoals schaamte en angst en me minder waardig voelen en onzeker voelen. En deze stenen die bepalen echt wel voor een grotendeels waar je staat en hoe je pad kunt bewandelen. En het begint al vrij vroeg. Zo ben ik bijvoorbeeld, onder adviseren is best wel een bekend fenomeen nu. Ook ik ben begonnen op het VMBO. En na een paar maanden was al duidelijk na het halen van alleen maar tienen en me vervelen van jij hoort hier niet, dus ga lekker naar de schakelklas. En daarna naar de HAVO. En bij ons thuis, mijn ouders zeiden altijd van, als je het beter wil hebben dan wij, dan moet je je papiertje hier gaan halen, want daarvoor zijn we hier, die kansen krijg je hier. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Daarna verder naar het HBO, een pre-master, master volgde, allemaal afgerond. En het grappige, en zo grappig is het niet, is dat het niet mijn unieke verhaal is, want zelfs binnen mijn eigen gezin heeft mijn zusje bijvoorbeeld precies dezelfde lange omweg afgelegd. En mijn broertje, die zelfs het VMBO en het MBO nog heeft afgemaakt en nu bezig is met zijn HBO. Dat is het onderwijskant, maar zoals ik net al zei, is er ook nog het werkende leven, waarin ik het nog steeds tegenkom. Ik had bijvoorbeeld naast mijn studies altijd een extra baan, om maar zo te zeggen. En dan heb ik niet over betaald werk, want dat hebben de meeste van jullie vast wel ook daarnaast. Maar dan heb ik het over bijvoorbeeld op 12-jarige leeftijd al het vertalen van brieven voor mijn ouders. Of meegaan naar doktersafspraken of oude rapportavonden. Of sinds de afgelopen 10 jaar het bijhouden van mijn eigen financiën, maar ook die van mijn ouders. En zelfs daar financieel aan bijdragen. En ik merkte bijvoorbeeld tijdens mijn studie HBO of universiteit dat heel veel studiegenoten terecht ook, dat zij bijvoorbeeld een jaar ertussen uitnamen om bestuurservaring op te doen of ergens een commissieervaring.
Nou, die mogelijkheden, die kansen, die tijd, die krijgt iedereen niet. Of die heeft de tijd daarvoor niet. En mijn probleem is een beetje in het werkende leven is tijdens het solliciteren bijvoorbeeld, dat er dan naar wordt gevraagd van, hey, je hebt daar gestudeerd, heb je dan die ervaring? En ik vraag me gewoon af, waarom hameren we zo op die specifieke ervaringen? Waarom zijn de ervaringen die wij opdoen gedurende ons leven niet even waardevol als die bestuurservaringen? En wat zegt dat dan eigenlijk over de vaardigheden en capaciteit van iemand? Nou, die vraag te beantwoorden, ik kan zeggen van, hè, die tellen zeker wel mee. Had ik dat maar geweten, had ik het maar kunnen vertellen aan anderen. Alleen zoals ik net ook al zei, emoties zijn best wel krachtige dingen. Schaamte, angst, je onzeker voelen, dat weegt best wel zwaar. En dat maakt het ook dat het best wel een taboe is om hier nog steeds over te spreken. En gelukkig wordt het wel steeds meer. En nou ja, wat jij net ook al zei, het eigenlijk uit je eigen bubbel komen, door middel eigenlijk al van te delen, te spreken, dit door te geven aan anderen, hoop ik eigenlijk dat we op die manier meer begrip gaan krijgen voor de een die dus wel zo'n berg moet beklimmen die zwaar is, zwaarder is, die lastiger is. En hopelijk kunnen we dan in de toekomst, ik hoop de nabije toekomst, die rugzakjes wat verplichten of verlichten voor die anderen. Dank jullie wel. Dankjewel. En kunnen Sander Heijn en Hans Spekman hierheen komen? Hallo. Dan neem ik aan dat jij Sander Heijnen bent en jij Hans Spekman. Ja, hallo. Hi. Ja. Hans, hoe heb je naar dit verhaal geluisterd? Ja, deels herkenbaar. Maar dat komt. Mijn moeder ging, die stond er alleen voor toen ik 1 was. Want mijn vader ging dood. En die stond er alleen voor met 4 kleine kinderen. En mijn moeder had de lagere school niet afgemaakt. Dus die wilde eigenlijk nooit mee naar ouderavonden, omdat ze zich schaamde, omdat ze niet kon schrijven. En bij ons in het dorp was het zo dat kinderen, zeg maar van arbeiderskinderen, die kregen standaard LTS of huisartsschool. Dus al mijn zussen, die moesten naar de huisartsschool. Nou, die hebben het echt enorm vervloekt en ik was daar als nakomeling getuige van. En zij hebben erg hun best gedaan dat ik de eerste was van de familie die gelijk wel een eerdere stap kon maken. Maar het heeft me ook veel gegeven. Dus aan de ene kant zeg maar, ik vind het een heel herkenbaar verhaal. Aan de andere kant denk ik dat het niet alleen een individuele oplossing vraagt en begrip vraagt van de samenleving, maar het vraagt echt een aantal forse collectieve ingrepen. Ja, nou en daarvoor hebben we Sander Heijnen. Sander, jij bent auteur van het boek Fantoomgroei. Dat over deze kwesties gaat, van die ongelijkheid. Hoe staat het met die ongelijkheid in Nederland? Ja, die is echt heel aanzienlijk. En het grappige is, hè, dus heel veel ongelijkheid. En dat is ook in jouw verhaal. Dat is eigenlijk ook de essentie. Hè. Ik heb namelijk die ervaring die jij hebt helemaal niet. Basisschool, VWO, universiteit, werken. Ik heb altijd wel hard gewerkt. Ik had mijn best gedaan. Maar als ik jouw verhaal hoor, ja, ik had al die ballast niet. Ik hoefde niet voor mijn ouders hun financiën daarover na te denken. Weet je wat dat betekent? En dit zijn hele subtiele vormen van ongelijkheid die we niet eens terugzien in de cijfers. Hey, dit zie je niet terug in statistieken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Terwijl dit heel veel impact heeft op je levens. Wat je wel terugziet in de cijfers is bijvoorbeeld vermogensongelijkheid. En dan zie je dat de rijkste 10% van Nederland 1,5 keer meer bezit dan de rest allemaal bij elkaar. Ik wil niet zeggen dat die andere groep, dat die allemaal arm zijn, maar de onderste 40% van Nederland, die hebben een kleiner vermogen samen dan de rijkste Nederlander, mevrouw Heineke Carvalho. Dus als je kijkt naar ongelijkheid, als je gewoon kijkt naar vermogens, dan is dat enorm. Als je kijkt naar de arbeidsmarkt, dan zie je ook dat we hebben een klassensamenleving op die arbeidsmarkt gecreëerd. Dus we hebben enerzijds mensen met vaste contracten, cao's, pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering is geregeld. Als je ziek bent is geregeld, word je doorbetaald. Daar zit gelukkig nog ongeveer 2/3 van Nederland in die trein, in die eerste klasse rijstellen.
Maar een derde is geflexibiliseerd. En voor een deel zijn dat mensen zoals jij. Ik neem aan dat je ook een zelfstandige bent. Ik wilde nou ook net zeggen, ik zit in dat allemaal niet, wat jij nu noemt. Maar toch vind ik mezelf echt, en er hoeft ook niemand mij zielig. Nee, en nou, ik ben gelukkig ook niet zielig, vind ik zelf. Fijn. Ja. Maar goed, dus dan heb je nog een deel zelfstandigen die dat uit luxe doen, uit keuze. Ja. Hè, die zich eigenlijk ook beter kunnen bedrijven. Ik heb in die CEO gezeten bij de Volkskrant eerder. En ik heb nu wel een aantrekkelijker inkomen dan ik had. Dus in die zin, je kan aan de goede kant komen. Maar het is ook echt een substantiële groep in Nederland. En dat gaat toch al snel richting, we weten het niet precies, maar 1,5 tot 3, 4 miljoen mensen. Die gewoon echt. Zij zei in haar verhaal van het gaat niet alleen maar om instituties en structurele zaken. Maar daar gaat. Nee, maar waar dat dus over gaat, is als jij minimumloonwerk doet, zonder vast contract, zonder aanstelling, daar bouw je geen pensioen op. Ben je dan oud, ga je met pensioen, heb je alleen AOW. Ja. Als je gasprijs omhoog gaat, wat we de afgelopen jaar hebben gezien, dan kan je dat dus gewoon niet betalen. En ik zit zelf helemaal aan de goede kant van. Met veel geld kunnen ze geen huis voor je kopen in Utrecht. Nou ja, bijvoorbeeld. Ben je afhankelijk van tijdelijke huisvesting. Dat is wat je als je jong bent inderdaad heel erg kan merken. Maar je ziet dus dat doortelt. En als je dan kijkt naar de samenleving, je ziet het ook in gezondheid zie je terug. Hè? Dus als je kijkt naar ongelijkheid, dan zie je dat mensen met weinig inkomen, die leven ook 6 jaar korter dan mensen met veel inkomen. Dus die ongelijkheid, die loopt eigenlijk dwars door de samenleving. Maar wat je ziet in de woningmarkten zijn een beetje dissonant, van omdat ook steeds meer jongeren uit relatief sterke gezinnen buiten de boot beginnen te vallen. Maar je ziet eigenlijk dat, of het dan gaat om gezondheid, inkomen, pensioen, zekerheid. Je zit eigenlijk altijd of aan de verkeerde kant van de kloof of aan de goede kant. Ja. En als je aan die goede kant zit, dan moet je ook wel je best doen om niet er doorheen te vallen, want dan heb je een probleem. Want als je aan die verkeerde kant zit, kom je er bijna niet meer uit. Dat is ook bij de onderwijskant zo, want dat is juist wat mij zo raakt en wat ik nog dieper ben gezien sinds ik zelf niet meer politiek actief ben. En nu je dus directeur bent van het jeugdeducatie. Ja, dat zeg maar arme kinderen doen het minder goed op school en dat ligt niet in hun verstand. En daar wijzen alle instituten op. Het Economisch Planbureau laat het zien. Ik hoor het gewoon van meesters en juffen op klassen. Je ziet dat al die kinderen bij elkaar zitten en die hebben eigenlijk behoefte aan veel meer zorg, veel meer uren, de beste leerkrachten. En ze krijgen het allemaal niet. En wij verdelen de poet ook over dat onderwijs, allemaal hetzelfde. Maar waar ligt het dan dus aan, Hans? Nou ja, dat die kinderen die in arme gezinnen opgroeien, daar spelen ook vaak andere problemen. Dus ik zag bijvoorbeeld gisteren een school in Utrecht die vroeg iets aan voor een kind die hartstikke goed in het hoofd is, maar die moeder zit in de bewindvoering. De psychiater adviseerde medicatie, maar dat viel niet onder de verzekering. Mijn kinderen zouden dat onder de verzekering laten vallen of ik zou het zelf betalen. Hetzelfde als voor dyslexie, om dat te controleren. Maar deze kinderen niet. Terwijl er zitten super slimme kinderen bij, maar daar halen we niet alles uit, want ze komen niet tot leren toe, omdat we die problemen van ze niet willen oplossen. Dus de hele aansluiting van onderwijs en zorg is slecht. Die scholen hebben veel te veel op het bordje. Dus alles komt daar samen. En dat zorgt ervoor dat heel veel van die kinderen die zuinigjes aan beginnen, met een beperktere woordenschat, of ze nou wit zijn of zeg maar waar dan ook. Hè, dus het maakt niet uit, de woordenschat is overal een probleem. Die kunnen niet meer stijgen. En dan vallen ze stil in het onderwijssysteem. Ja, en ik ben me gaan verdiepen in het onderwijs de afgelopen maanden. Omdat ik dat heb. Ik heb het gevoel, in het onderwijs moet je het oplossen. Als je daar de basis niet goed meegeeft, daar heb je de grootste kans, heb je alle kinderen. Dus daar kan je het misschien wat meeste doen om die ongelijkheid te slechten. Als je dan gaat kijken naar de prestaties van leerlingen. Als je kijkt naar de leesvaardigheid bijvoorbeeld, dan zie je dat goede VMBO-leerlingen, die kunnen net zo goed lezen als gemiddelde VWO-leerlingen. Dus die verschillen zijn helemaal niet zo groot in wat ze kunnen. Maar als je het VMBO doet, dan leef je dus gemiddeld 6 jaar korter, heb je veel minder inkomen, veel minder pensioen, veel minder zekerheden. Dus ik moet even een glaasje water hebben. Ja. Maar wat je dus ziet is dat we eigenlijk institutioneel kinderen kunstmatig opdelen in verschillende hokjes, in verschillende groeven stoppen. En daar komen ze bijna niet meer uit. En we doen dit dus actief met beleid door kinderen als ze 11, 12 zijn te verdelen over verschillende scholen. Maar het begint daarvoor. Het begint daarvoor al, maar. Die basisscholen. Wij werken met basisscholen waar meer dan de helft van de kinderen opgroeit in armoede. Ja. Of ze nou wit zijn, zwart zijn, welke afkomst ze hebben. Er zijn ongeveer 1800 basisscholen van de 6000, waar dus die samenballing zit van kinderen die opgroeien in armoede.
Al die scholen lopen tegen soortgelijke problemen aan. De ambitie om meer uren te draaien met de kinderen. Wat de woordenschat bij de kinderen op één scholen, bij instroom 300 woorden. En bij de gemiddelde Nederlandse kind, zeg maar van diezelfde leeftijd, is 3000 woorden. Nou, dat is de eerste inhaalslag. Ja. Tweede inhaalslag is leer zelfvertrouwen, leer dat de wereld groter is. Zorg ervoor dat deze kinderen misschien ook Amsterdam Nieuw-West een keer uit kunnen komen. En weten wat bos is, wat strand is, wat een museum is, wat theater is. Daar is geen geld voor. Sterker nog, de overheid bezuinigt vaak op dat soort middelen. Dus zo kan je doorgaan over de hele linie. Nou ja, ik heb ongelijkheid bij deze groep kinderen moet, zeg maar. Ik heb een reportage gemaakt waaruit blijkt dat juist in de armste wijken de aanbieders van ongezond voedsel, ja, alleen maar toenemen. Zeker. Want die weten van ja, die kinderen krijgen misschien geen ontbijt, ja, en dan gaan ze naar de. Dat is feitelijk. Er is honger in Nederland. Ja. En dat heeft vaak ook te maken soms met onvermogen bij ouders. Hè. Er zijn ouders die ook verslaafd zijn. Er zijn ouders die onder de bewindvoering zitten. Er zijn heel veel ingewikkelde vechtscheidingen. Maar op dit moment, hoe het systeem nu is ingericht, laten we kinderen de dupe zijn, ook soms van onmachtige ouders. En dat is oplosbaar met elkaar, maar dan moeten we het willen zien en dan moeten we langdurig ongelijk willen investeren. Ik heb bij een basisschool geweest waar de school zei tijdens corona van nou laat sommige kinderen maar wel komen, want anders zitten ze, ja, thuis. Er zijn heel veel scholen met wie wij samenwerken als Jeugdeducatiefonds, waar ze alle kinderen op school hebben gehaald. Omdat ze zeggen, ja, al die kinderen, ja, zijn kwetsbaar. En dan komt inderdaad het kind naar zijn juf toe en die zei, juf, ik ben zo blij dat jij bestaat, wat voor jou mag ik het tenminste zijn? Omdat ze zeg maar thuis, ja, dan gaat ze van de moeder naar de vader, zit schulden. Dus ik neem het de ouders individueel allemaal niet kwalijk. Want sommige levens zijn gewoon beroerd. Alleen maar Hans, die beroerde levens worden doorgegeven. Maar dan, ik heb wel bewondering voor mensen zoals jij die nog de moed hebben om dit ook nog aan te pakken. Want hoe pak je dit dan aan? Nou ja, allereerst door er te zijn voor de scholen en voor die kinderen. Op een manier dat die kinderen groeien in plaats van ook nog eens trots wordt afgepakt. Dus ze moeten zich niet afhankelijk voelen van mij. Maar ze moeten zien dat die meester of juf er voor hun kan zijn. Dus als er zo'n jochie inderdaad dan, omdat de moeder onverzekerd is, behoefte heeft aan die medicijnen, dan moet hij die medicijnen krijgen en wij zorgen voor de financiering via private financiering in combinatie met gemeente. Ja, want het Jeugdeducatiefonds, wat doen jullie? Wat wij doen is, wij zetten de ontwikkelingskansen van kinderen centraal. Ons uitgangspunt is dat ieder kind zich maximaal moet kunnen ontwikkelen. En wij doen alles ervoor in samenwerking met basisscholen, zodat dat kan. En wij proberen ervan te leren door te kijken als er individuele aanvragen of groepsaanvragen zijn, om het gesprek met de overheid te hebben om het systeem erachter te veranderen. Ja. Want je moet niet alleen het individu helpen, maar je moet ook die hele groep helpen die we niet zien. En die zijn er ook heel veel. Ja, ik vind het wel interessant dat je zegt, die school moet er voor je zijn, zeg maar, voor de kinderen. En ik ken het verhaal van, ja, moer, ik heb een soort gelijk verhaal, ik ben niet in Nederland geboren, dus dan, ja, is sowieso al een heel ander verhaal. En klassen laat daarin ook zien inderdaad dat veel kinderen natuurlijk ook echt ondergeadviseerd worden, ook al kunnen ze, zeker, veel meer. En je leert soms echt als kind op de basisschool dat een school er niet voor je is. Ook de juffrouw ook niet. En dat zagen we ook heel duidelijk in klassen. Ja. Ze hebben al zoveel problemen thuis. Laten we maar naar het VMBO sturen. En dan zit je gelijk al voor de rest van je leven in die ongelijkheid, wat je natuurlijk, ja, zegt. Hoe zien jullie dat en wat zijn jullie daaraan willen veranderen? Ja, kijk, het komt natuurlijk allemaal voor. Dus aan de ene kant komt er onderadvisering voor van een school. Dat is niet goed. Iedere school met wie wij samenwerken hebben het gesprek voor dat ze die lat hoog moeten leggen voor de kinderen. Maar als jij, zeg maar, heel veel problemen van huis uit hebt, dat zag je ook in klassen, zijn de kinderen die niet tot leren toekomen, omdat ze, zeg maar, een basislading hebben, zeg maar, van thuis uit en zorgtaken van thuis uit, waardoor je er niet alles uitpest wat er eigenlijk in zit. He, dus dat komt ook voor. En er komt voor dat ouders soms zelf zeggen, ja, ik zat altijd op die VMBO, laat mijn kind er ook maar naartoe gaan, want dat is een prima school. He, dus wij zitten in de moeilijkste school die wij hebben. Zit misschien niet hier in de Randstad, maar zit in Oost-Groningen. Waar 15e generatie niet meer geloven in vooruitgang zit. En al die kinderen die geloven nog wel in vooruitgang. Want ieder kind is gretig, maar dat gaat er dan snel uit. Dus je moet op al die terreinen moet je het beter doen. Ook de onderadvisering. Maar ook, zeg maar, de structuur dat die school jou dan mee kan bieden. Want wat ik interessant vond, die ene vrouw uit de klasse, die zei op een gegeven moment, die schooldirecteur, zei een goede schooldirecteur van de 5 sterren, die zei, ja, het is wel raar, hè, dat al die prinsesjes en die prinsen allemaal VWO of gymnasium halen. En deze mijn kinderen niet. Waar ligt dat nou aan? Dat was een beetje een retorische vraag.
Maar wat zij nou doet met onze samenwerking, is zij brengt al die kinderen één keer per jaar naar het naar het prehistorisch park in Alphen aan den Rijn. Omdat ze ziet dat die kinderen alleen al van dat uitje en het zien zeg maar, van het prehistorisch park meer leren dan van die geschiedenismethode. Want ze komen nooit uit de buurt, nooit uit de wijk. Dus hun wereld is heel klein. Maar wat zijn nou... Want als ik jullie zo hoor, dan is onderwijs is het natuurlijk wel superbelangrijk. Maar het klinkt ook, zeker als ik jouw verhaal hoor, dan is er zo'n groot structureel probleem dat je met het onderwijs alleen ook niet oplost. Het stopt er niet. Nee, het stopt er niet. Maar wat wel altijd, wat in deze discussies over ongelijkheid altijd goed is om te beseffen, is dat we in Nederland eigenlijk een hele grote traditie hebben van het effenen van ongelijkheid. Als je gewoon puur kijkt naar de cijfers, dan zie je tussen 1945 en 1980 werd de ongelijkheid steeds kleiner. En daarna werd die weer steeds groter. Ja, wat is er in die tussentijd gebeurd? Gewoon echt een kentering in politiek denken. Het politieke denken was, we investeren in zaken die goed zijn voor de burger. We investeren in scholen, we investeren in... Hebben ze het moeilijk in Groningen? Is daar veel werkloosheid? Dan gaan we daar overheidsdiensten neerleggen. En vanaf de jaren 80... Sociale woningbouw. Precies, dus we zijn gewoon allemaal dingen gaan doen die goed zijn voor mensen. Dus als je daar grote werkgevers neerzet, bewust, dan komt daar ook werkgelegenheid. Dan komen daar ook allerlei lagen ook ernaartoe. Dus bijvoorbeeld als er ambtenaren daar met hun gezinnen gaan zitten en er komen sterke gezinnen in wat minder sterke wijken zitten. Dat, weet je, dat trekt elkaar op. En we zijn daar mee gestopt. We zijn vanaf de jaren 80 hebben we gezegd van nee, we moeten gaan kijken wat zijn economisch sterke regio's? Regio Eindhoven, regio Amsterdam, de haven van Rotterdam. Laten we daarin investeren, want dat geld rendeert beter. He, als je... Eigenlijk zodra we zijn gaan denken in rendement, is het eigenlijk misgegaan. Precies. En wat je dus ziet, we hebben het heel vaak over de BV Nederland. Maar als je een land gaat zien als een BV, dan ga je dus dit soort dingen doen. Want we begonnen met Lubbers eigenlijk. Ja, zeker. Dat is echt de kentering geweest. Het eerste kabinet Lubbers, die zijn daarmee begonnen. En dat is stapje voor stapje kabinet. Net voor kabinet is dat doorgetrokken. En vervoer de derde weg in de sociaaldemocratie. Ja, maar wat ik nou interessant vind, is dat ook de economen van nu weer anders zijn dan de economen van de jaren 80. Want de economen van nu, die zeggen, als je niet nu vol voor gelijke kansen gaat, dan gooi je ook kapitaal weg voor morgen. Hè. Dus ik doe het natuurlijk als weekdier voor solidariteitsgevoel met het individu. Maar je kan het doen vanuit maatschappelijke spanning. Nee, maar je kan het ook doen dat je talent verspilt. Ja. Ons verdienvermogen van morgen gaat eraan onderdoor als we dit niet doen. Dat zeggen de economen van nu. En dus je ziet dat het prettige daarvan dat die economen het zeggen, is dat zelfs mensen als Rutte zou kunnen overtuigen. Nou ja, ik luister vaak 's nachts naar de radio. Dat vind ik dan altijd fijn, radio, hè, de NOS. En dan hoor ik de fractievoorzitter, lijsttrekker van de VVD in Rotterdam. Ja, die hoor ik ook het verhaal van gelijke kansen. Die zegt dan wel, ja, maar ik wil geen gelijke uitkomsten. Die is hier ook straks. Ja, maar hij zegt wel, ik wil gelijke kansen. Dat is op zich interessant. Alleen dan moet je ook de consequentie trekken van als we gelijke kansen willen, dan moet je ongelijk durven investeren. Want de kwaliteitsbeheerder van de basisschool van een goede school, waar allemaal makkelijke kinderen zitten met een goede komaf. Makkelijke komaf, ik weet niet of het goed is. Makkelijke komaf. Die school, daar is die intern begeleider bezig met de kwaliteitsversterking van de school. Die andere school met de moeilijke populatie, waarvan iedere klas wel één vader in de gevangenis zit, daar is die intern begeleider vooral bezig om zijn tijd te besteden aan de buitenwereld, om veilig huis erbij te betrekken en de GGD erbij te betrekken. En dus die is minder bezig met de kwaliteit van de school. En zo kachelt het achteruit. Dus gelijk investeren, dan wordt het nog ongelijker van. Nou ja, en wat ook wel belangrijk is in deze discussie, we investeren nu niet gelijk. Hè? We investeren nu ook ongelijk. Alleen de mensen die al meer kansen hebben, daar investeren we ook nog eens meer in. Dus het is niet alleen dat... Het is een fabeltje dat we nu iedereen gelijk behandelen. Ja, maar het is wel oplosbaar. Ja. Ik had een vraag om even terug te komen op dat de lagere school advies geven. U zei, als het goed is, dat de docent een hele belangrijke persoon is voor de klas. Logisch. Maar hoe kunnen we het probleem dan zeg maar voorkomen of verminderen dat de docent de leerling een te laag advies geeft op basis van de thuissituatie? Ja, maar ik wil het nog ook een keer andersom zeggen. Want er zit een fixatie, vooral in Amsterdam en in de Randstad, van onderadvisering. De meeste dat wordt toch door veel mensen als een probleem ervaren. De meeste onderadvisering is buiten de Randstad. In de Achterhoek is 40% onderadvisering. De meeste onderadvisering is buiten de Randstad. Ja. Ja. En niet binnen de Randstad. Ja, dus dat wil ik erbij zeggen. Ja. Het eerste. En het tweede is, er is ook heel vaak onderwens bij de ouders. Dat speelt ook.
een grote rol. Dus dat wil ik ook zeggen. En onder advisering bij de docenten, ik ben een groot voorstander van dat je ook een CITO hebt. Zodat je altijd een beroep kan doen op een onafhankelijke scheidsrechter. Maar ik denk eigenlijk, ik denk eigenlijk dat het een verkeerde discussie is. Want we hebben die advisering omdat we op 11, 12-jarige leeftijd willen we die kinderen verdelen over verschillende niveaus. Maar als je dus kijkt naar hoe we het geld uitgeven in het onderwijs, dan geven wij in Nederland, zijn we top 5 in de wereld met het percentage van ons geld dat we uitgeven aan het middelbaar onderwijs. Maar we scoren heel laag. Als het gaat om het basisonderwijs. Dus we geven relatief heel weinig geld uit aan ons basisonderwijs. Dan vervolgens op basis van dus relatief slecht basisonderwijs gaan we dan een selectie maken. Ja, vind je het gek dat dan die kinderen uit die sterke gezinnen die toegang hebben tot bijles, die naar de bibliotheek worden meegenomen enzovoort, die komen dan veel makkelijker in dat VWO terecht. En dus die hele discussie over krijgen kinderen het goede advies. Ik vind het eigenlijk niet de goede discussie. De discussie gaat erover, moet je die kinderen op die leeftijd uit elkaar halen? Want alle landen die heel goed presteren in hun onderwijs, die houden die kinderen tot hun 16e bij elkaar. Dus het hele idee dat je kinderen uit elkaar moet halen omdat het goed is. Wij zijn eigenlijk het enige hoogontwikkelde land die dit op deze leeftijd doen. En ons onderwijs is buitengewoon. Ik heb dat hier buiten gehouden, omdat het zijn natuurlijk op zich gemeenteraadsverkiezingen. Nee, ik snap het. Maar ook op het gebied van dubbels is dat natuurlijk ook belangrijk. Ja, die hou je in stand en die versterk je. Ja. Ja. Dus als mijn kinderen wat moeite hebben, want je hebt ook nog heel veel kinderen. Okay, maar ontwikkelen zich ook ongelijk. Hans wilde het erbuiten houden, had er eigenlijk ook wel een punt. Dus laten we dan even dit afronden met de kwestie. Wat kunnen we van de gemeentepolitiek verwachten hierin? Nou, dat is nog best ingewikkeld. Eerlijk gezegd. Niet ingewikkeld. Ik vond net het debat over wonen van een beetje te keurig. Er zijn oplossingen. De gemeente heeft grondpolitiek. Dus die maakt keuzes met schoolbestuur waar ze willen investeren. Als een schoolbestuur niet meegaat met veel ongelijker investeren in de scholen waar de grootste opgave ligt, dan krijgen ze daar geen huisvestingsverordening voor. Je moet zorgen dat die scholen veel meer uren kunnen maken voor de kinderen. Een veel uitdagende programma hebben buitenschools. Dat deze kinderen de aansluiting met zorg weer goed is. De wachtlijsten voor zorg raakt vooral deze kinderen. Dat raakt niet mijn kinderen. Want ik koop desnoods een dyslexietest. Dat raakt wel deze andere kinderen. Dus over de hele linie is het zeg maar het ongelijk maken van de investeringen en kiezen substantieel voor deze kinderen. Nee, dan het liefst ook nog eens de middelbare scholen steunen, wat brede scholengemeenschappen zijn in plaats van kathedrale gymnasia. Nee, en ik ben het volledig met je eens. En het ingewikkelde zit dat er gewoon geld bij moet. En dat moet vanuit Den Haag komen. Want er zijn natuurlijk heel veel taken naar die gemeentes gegaan. Het geld is niet meegekomen. Dus daarom is het in die gemeentecontext is het ook best lastig. Omdat er die publieke investering die moet gewoon groter zijn. Ja, maar er zijn ook, als ik kijk naar het totale zeg maar, geld dat omgaat op de onderwijsbegroting. Jij ziet er wel ruimte nog. Nou ja, grondpolitiek is een machtig wapen in steden. Hè? Dus alleen dan moeten we weer grondpolitiek durven in te zetten door dat voor het goede in te zetten. En dat het weg te geven aan het Rachmaninov-plassoen. En dat geldt dus ook voor die vorige de discussie die je wat te keurig vond over de woningbouw. Ja, want er is gewoon grote urgentie. Ja. Ik bedoel, ik ken alleen maar jonge mensen, ik ben natuurlijk bejaard, maar ik ken alleen maar heel veel jonge mensen die maken zich zorgen waar ze morgen wonen. Die gaan van griebescontract naar griebescontract. Ja. Die moeten van alles tekenen, die moeten allemaal illegale dingen doen om alsjeblieft nog te wonen. Dus 2 maanden huur betalen, in panden wonen waar je nauwelijks huurrecht hebt, waar je alles opgeeft. Dat is vreselijk op dit moment. En dat gaat voor mensen met hele behoorlijke inkomens hebben daar last van. En we worden hele saaie steden. Dus Amsterdam en Utrecht zijn nou nog een beetje leuk. Maar hoe lang dat leuk blijft, ik weet het niet. Zometeen zijn we een gated community. Alleen dan publiek gefinancierd qua veiligheid. Ja, dat vind ik saai. Ja, nou, ik weet niet of saai nou het belangrijkste criterium is. Ik ben rijk, dus ik kan het makkelijk zeggen. Ik vind het vreselijk voor mijn kinderen en voor de vrienden en... Ja, dus ik vind veel meer. Even, maar hoe komt het nou, Hans, dat het lijkt alsof dit gevoel toch langzamerhand steeds meer gedeeld wordt? Hoe komt het dan toch dat de partij waar jij toch ook lang een belangrijke rol in heeft, dit toch nog steeds niet echt. Dat we toch altijd, hij zegt het is begonnen met Lubbers, maar sinds Lubbers tot en met nu is er eigenlijk niet veel veranderd in het beleid in Nederland. Ik heb soms wel eens gedacht dat misschien de grootste vijand van links is niet rechts. Maar is de tijdsgeest waar alle politieke partijen toch te makkelijk de oren naar laten hangen. En ik denk dat we. Maar is dit nu dan niet, zitten we nu niet weer in een linkse tijdsgeest dan? Nou ja, weet je wat, zag je hier ook een dilemma van de vragen. Kan je er als individu aan ontworstelen aan jouw situatie? Of heb je nog hoop dat het collectief het voor je doet? En dan is het...
hopen dat je er een individueel aan kunt worstelen door een goede, zeg maar, schoolinschatting te hebben. Dat is een sterker mechanisme op dit moment dan hopen dat het collectief verbetert waar we allemaal wat aan hebben. Maar tegelijkertijd hoor ik net van die jongen van het panel, van ja, die gaan wel mee, die lopen mee in de Black Lives Matter. Ik zie mijn kinderen lopen ook mee in de klimaatmarsen. Demonstraties. Ja, dus dat is toch een collectieve uiting. Dat is toch het begin daarvan. Ja, maar die beweging is tot nu toe, vind ik, te weinig politiek gemaakt. Ik wil die vraag ook wel beantwoorden eigenlijk. Want dat is eigenlijk waar mijn boek ook over gaat. Hè? Ja. Economie is per definitie een politieke bezigheid. Want economisch beleid maken, dat gaat altijd over wie krijgt wat en wie krijgt wat niet. Dat is gewoon puur politiek. Ja. Als je kijkt als kiezer de afgelopen 40 jaar, vanaf de jaren 80, van links tot rechts, al die partijen zijn dat vergeten. Economie is steeds meer als een soort iets absoluuts gezien. Dus het is heel technocratisch geworden. Het doel was, we moeten die economie laten groeien. We gingen dan een economen vragen, hoe kun je die economie laten groeien? En links is gewoon echt vergeten de afgelopen decennia dat daar ook nog zoiets als ideologie en politiek in meespeelt. Dus als kiezer had je op dit vlak gewoon eigenlijk niks te kiezen decennia lang. En daar is de partij van de heer Spekman ook erg in meegegaan. Maar ook door een soort wegredenering van de politiek. Alsof achter alles gewoon een soort gouden formule zit. En dan van, ja, dit is de oplossing. Ja, nou, ook als wij economische discussies binnen de Partij van de Arbeid hadden, waren de oud-gediende economen, Tim Bergen, Heertje, ja, allemaal overleden. Maar die waren nog de oud-gediende die iedere keer het naar links drukten. Die dat nog snapten, ja. En de nieuwe economen, die gingen net zo mee als, zeg maar, de derde weg. En mee met de tijdsgeest van liberalisering, individualisering. En dat is uiteindelijk voor gelijke kansen de dood in de pot. Juist. Het individueel redden. We krijgen nog één vraag van het panel, dat inmiddels ook nog maar uit één persoon bestaat. Econoom. Ja, Na het beantwoorden van de vraag gaan we door naar het één-op-één debat. Het één-op-één debat, mensen kunnen zich al een beetje klaarmaken daarvoor. Ja. Fiscalist in wording, maar wat me opvalt is, zeg maar, van het is allemaal hele nobele punten, maar het komt maar ook wel een beetje over als dat de politiek ook niet meer durft om en niet meer de moed heeft om onpopulaire maatregelen te nemen, ook voor zijn eigen achterban. Want ja, als ik dan de ZZP'ers hoor, dat zijn eigenlijk wat mij betreft de goedverdienende ZZP'er gewoon de bel aan de wortel van de solidariteit. En wat dat betreft denk ik ook wel een klein beetje introspectie. Of ja, ook dat is een punt. Ja, dat ben ik met je eens natuurlijk. Want ik weet nog dat de eerste keer de discussie was over de ZZP'ers, maar dat is jaren terug. Toen was de verdediging om het belastingsregime wat gunstig was in stand te houden, was door de goed betaalde ZZP'ers. Maar de ZZP'ers bij de postbezorging, ja, die hoorde je er niet over. En we zullen daar anders naar moeten kijken. Want ik kom op steeds meer scholen waar de hoofdmoot van de arme bevolking niet een uitkering heeft, maar waar die of heel veel flexbaantjes combineert of meerdere ZZP-contracten heeft. Eigenlijk het ouderwetse stukloon bijna. Zeker. Ja. Ja, het is eigenlijk weer mijn opa die, als er druppel regende, werd hij ontslagen op het land. Maar hij heeft het ook over politieke moed. Ja, maar dat is nodig. En je ziet, zeg maar, dat er een heel lang een calculerende politieke generatie is geweest die op basis van peilingen te veel bedacht wat moest. En ik ben ook wel hoopvol over de jongste generatie, omdat ik zie dat idealen weer terug zijn. Ik probeerde een boek van Marx te kopen in Gent. En het goedkoopste exemplaar was €40. Ja, in de jaren 80 was het €50. Ja, dus wat nou ja, dat blijkbaar de jongste generatie weer zoekt naar idealen. Dat wil ik allemaal niet zeggen dat dat dan het meest geniale is. Nou ja, want dat is wel een... Maar is het nou een goed teken dat Marx nu zo duur is geworden? Ik vind wel de zoektocht weer naar idealen. Vind ik wel weer... Nee, die zoektocht naar idealen is prachtig. Maar het is wel belangrijk dat Marx nadacht over problemen uit de 19e eeuw. We zitten nu in de 21e eeuw met problemen waar Marx niet over heeft nagedacht. Piketty heet hij toch? Piketty kan je lezen. Ja, het is wel moeilijk lezen, hoor. Ja, maar goed, in de jaren 60 en 70 begreep ook niet iemand iets van Marx. Dus dat maakt ook niet uit. Heren, dat is eigenlijk veel te kort. Maar we gaan nu naar het één-op-één debat over Utrecht. Ik begrijp dat namens dat we hier dat debat wordt geleid door Jelle van de Bali. Die is present. En dan hebben we verder Julia Klein-Rensink, lijsttrekker GroenLinks Utrecht. En Berdien van der Wild, gemeenteraadslid bij D66 Utrecht.
We hebben net gehoord ongelijkheid. We gaan het hebben over armoede in Utrecht. Armoede is een veelkoppig monster, hebben we net gehoord. Ja. De bestrijding daarvan zou kunnen komen vanuit schoolfinanciering, hebben we net gehoord. Maar het geld moet uit Den Haag komen. In Utrecht is het ook een hardnekkig probleem. 25.000 huishoudens wonen in armoede in Utrecht. Het geld moest uit Den Haag komen, hoorden we net. Maar we hebben een andere stelling bedacht. De gemeente Utrecht kan zelf het geld ophalen door middel van de lokale belasting verhogen. Dus de stelling luidt: de gemeente mag de lokale belasting verhogen om armoede te bestrijden. Het debat duurt vijf minuten. Sorry? Nee, ik zei daar willen. We hebben 5 minuten voor het debat. Als het goed is, komt er nu een timer op het scherm. Yes. Kijk. En het openingsstatement. Oh, mag die nog even op stop? Gaat sneller dan je denkt. Ja, het openingsstatement is 30 seconden. En daarna kan de andere daarop reageren. Wie mag ik als eerste het woord geven? Weet je wie is? Ja, stel je even voor, inderdaad. Mijn naam is Julia Klein-Rensink. Ik ben lijsttrekker voor GroenLinks Utrecht. Ja, mijn naam is Bedien van der Wild. Ik ben nog geen raadslid. Ik ben kandidaat raadslid voor D66 Utrecht. Check. Ja, en wie van jullie wil er beginnen? Ik wil wel aftrappen, dan zijn we meteen begonnen. Ja? Ja. Start de timer. Yes, ja, de stelling is of de lokale belastingen zouden moeten worden verhoogd voor het aanpakken van armoede. Nou, mag geen twijfel over bestaan dat ik vanuit D66 Utrecht, we zijn hier in Amsterdam, maar ook in Utrecht niets anders wil dan de armoede in Utrecht aanpakken en die zeker omlaag brengen. Het zou niet moeten zijn dat kinderen opgroeien in armoede. Dat is een gemiste kans voor henzelf, maar ook voor de stad. En daar moeten we natuurlijk niet zijn. Wat we niet zeggen is automatisch gooi het gas maar los om de rekening omhoog te gooien. Je moet stoppen. Oh, ja. Check. We hadden natuurlijk 30 seconden. Ja. Maar goed, nou ja, check. GroenLinks. Kom ik er zo op terug. Ja, wat ons betreft, het ging er net al eigenlijk over. Het is gewoon schrijnend hoe die ongelijkheid steeds groter wordt. En daar moeten we eigenlijk alles op alles zetten. En de makkelijkste oplossing zou zijn als we de wetten van Den Haag konden veranderen. Maar helaas staan we hier voor de gemeenteraad. En dat betekent dat je lokaal zoveel mogelijk moet doen. En dat betekent wat ons betreft ook dat je daarvoor de gemeentelijke belastingen mag verhogen. Omdat we die armoede echt moeten aanpakken. En we kunnen niet wachten op landelijk. Berdien. Ja, dan ga ik niet verder van 30 seconden. Zo zie je weer het verschil met ons. Nee, ik snap natuurlijk het streven van mevrouw Klein-Rensink om de armoede aan te pakken. We zouden het alleen niet willen. Dat gaan nu al miljoenen armoedegeld eigenlijk naar armoedebestrijding. We zeggen niet dat het uiteindelijk het beste is om er iedere keer maar een potje bij te krijgen. We zien namelijk dat eigenlijk de problemen van armoede juist veel meer gaan over hoe pak je dat aan in de kern. En daarom zou ik veel meer pleiten, en dat kwam hier net ook al voorbij, om te kijken wat kunnen we in het wat kunnen we juist in het onderwijsbeleid door naar het ongelijk te investeren? Wat kunnen we doen binnen de mogelijkheden die we hebben om te zorgen dat gezinnen meer onafhankelijk worden financieel en niet afhankelijk zijn van al die armoedepotjes? Dus ik zou juist strijden om niet te zeggen gooi de armoedeschuif maar open, maar kijk wat je in essentie kan doen om armoede te voorkomen en aan te pakken. Ja, en dat is natuurlijk waar. En we moeten ook zorgen dat dat mogelijk is. Maar dat is geen of-of kwestie. Dus ja, we moeten ongelijk investeren in het onderwijs. Wat mij betreft gaan we ook cultuur en natuureducatie, de subsidies van de gemeente, ongelijk investeren in het onderwijs. Waardoor je juist op bepaalde scholen extra investeert. Eigenlijk wat er net ook al langskwam bij Hans Spekman. Maar we kunnen ook wat doen aan die armoede. Want elk kind wat naar school gaat, en dat is in elke klas in Utrecht, zijn het er 2 à 3. Dus dat is veel. Die geen ontbijt heeft gehad, kan niet goed leren. En daarvoor heb je gewoon nou eenmaal een bestaansminimum nodig. Nou, ik heb even een bierviltjesberekening gedaan, dus hij is niet helemaal hard. Maar het kost ongeveer 14 miljoen om te zeggen, het leefgeld gaat van Utrechters van 50 euro per week naar 80 euro per week. Dat kun je uit de OZB halen. En de OZB is eigenlijk de enige progressieve belasting die je hebt als gemeente. Dus dan ga je dat bij huizen doen. En dat kost ongeveer 6 euro per maand voor een rijk huishouden. Nou, dat zijn 2 kopjes koffie. En op die manier kunnen we dat leefgeld verhogen. Ik vind dat geen grote prijs. En wat mij betreft gaan we die maken. D66 wil dat helaas niet. En dat laat zien hoe fundamenteel je eigenlijk armoede wil aanpakken. Ik zou zeker niet zeggen dat het een dogma is dat we absoluut nooit kunnen afwijken van het verhogen van de lokale belastingen. Wat ik alleen wel denk is de gretigheid waarbij GroenLinks zegt, alsjeblieft gooi meteen die belasting omhoog, voorbij gaat aan het eerlijk kijken waar kunnen we het beter doen en waar kunnen we ook met andere middelen alleen maar armoedebeleid een keuze maken. Kijk, we zeggen bijvoorbeeld ook om nu bijvoorbeeld vanuit de uitkering aan het werk te gaan. Dat is voor veel mensen een heel groot financieel risico, waardoor mensen eigenlijk niet de stap maken soms om dat te doen. Ja, daar zou je juist moeten kijken, kan de gemeente daar keuzes in maken?
maken om in te springen. Dat deel ik ook met u. Daarom zeggen wij ook als GroenLinks, we moeten gaan kijken naar besteedbaar inkomen, niet naar bruto inkomen. Dat betekent dat je regelingen ook openzet voor mensen die wel werken, maar niet altijd dat inkomen hebben. Maar u maakt het nu alsof het een hele makkelijke discussie is en dat het alleen maar gaat over herverdeling van de huidige budgetten. En dat is niet waar. Het gaat over verder herverdelen en dat gaat ook over fundamentele keuzes maken. Ik ben het met u eens, hè. Het liefst zou ik zien dat landelijk het allemaal aanpast. Allebei nog één. Gaat niet gebeuren. Zolang dat niet zo is, moeten we als Utrecht meer doen. En dat betekent ook verder kijken naar die armoederegelingen in Utrecht. Ja, nou, ik ben het er niet mee eens dat we daar landelijk niet ontzettend slagen nu aan maken zijn. Onder andere als je kijkt naar het gratis, dan wel bijna gratis maken van de kinderen. Ja, maar niet van. Nee, niet. Denk dat we daar echt een punt pakken. En ook het invoeren van de rijke schooldag, waarin we daadwerkelijk wel echte plussen zetten. Waarbij ik als laatste nog wil zien, ik zeg heel, het is geen dogma. Als het echt moet en het is crisis, moeten we dit doen. Maar tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren ook de verhoging van de belasting al gedaan. En zie je nu ook ondernemers die ondertussen weer kwijtschelding moeten aanvragen voor diezelfde verhoging. En ik vind dat je daar ook in moet zeggen, hey, dat is ook niet fair om dat direct toe te passen. En daarin denk ik dat we ook gelijk op kunnen trekken richting landelijk om nog te zeggen waar het extra moet zijn. We moeten zeker wat doen voor die ondernemers. Dat doen we ook. Daar hebben we ook sterk beleid voor in Utrecht. Tegelijkertijd vind ik dat we niet kunnen wachten op iets. Er zijn nu mensen die aan het overleven zijn. En dat kunnen we niet langer laten gaan. We moeten zorgen dat mensen echt mee kunnen doen, mee kunnen komen. Het is geen kwestie van alleen overleven. We moeten mensen ook kunnen laten leven. Oké, dat was hem. Ja. Dank. Hartelijk applaus.